Sterkte. Volgende keer. Succes. Doei. Dag. Dankjewel. Yo. Sterkte. Succes ermee. Dankjewel. Nou. En hoe heet jij? Ik heet Piet. Dat is makkelijk te onthouden. Zondags Pieter. Oh, ja, ja, ja. Dat is ook wat chiquer, toch? Ja, hè? Ja, ja, ja. Oké, Piet. En je bent hier vandaag op de Kanalijter Masterclass geweest. Heb je leren wietolie te verbouwen? Ja. Te maken. Waarom is dat? Nou, ten eerste interesseert me heel erg dit soort dingen. Oh. Ten tweede, mijn vrouw is hier een aantal weken geleden ook op de cursus geweest. En die was zo positief. Daarnaast ben ik... heb ik longkanker met tumoren. En, met uitzaaiingen? Met uitzaaiingen. Nog niet heel snel, maar ze zijn er wel. Waarvan ik nu wat meer last krijg tussen mijn schouders. Oh. Daar heb ik zelf een wietpleister voor gemaakt. Om de pijn een beetje tegen te gaan. En dat werkt gelukkig wel. Ik voel me daar rustiger bij. Oh. Ontspannender erbij. Betere conditie krijgen weer. Beter eetlust. Betere conditie? Ja, wat minder moe. Hoe eten die mest? Medewiet best. Ik heb door één keer een chemokuur gehad te krijgen, een soort medicijnvergiftiging opgelopen, waarvan ik 4 maanden diarree heb gekregen. Wat was dat? Een medicijnkuur? Ja, een chemokuur. Oh, chemo, ja. Waarvan eigenlijk een medicijnvergiftiging is ontstaan. Oh. Vandaar dat ik 4 maanden diarree heb gekregen. Oh. Waar we nu nog mee bezig zijn om daarvan eerst om te herstellen. Ja. En dan krijg ik een soort detox om de gifstoffen uit mijn lichaam te krijgen die ook door de tumor worden veroorzaakt. Oh. Ook kankercellen die geven zelf gif af wat in het lichaam blijft. Wat er ook uit moet. En daar krijg ik een soort voedingssupplement voor. Hmm. En hoe lang weet je al dat je kanker hebt? Sinds een half jaar. Hmm. Is het kleincellig, grootcellig? Kleincellig. Kleincellig. Oh, dat is meestal een tamelijk progressieve kanker. Tenminste, ik heb begrepen dat het kleincellig was, maar het was een beginstadium. Ja. De uitzaaiingen zijn niet snel. Ja. Maar ik voel gewoon ze zitten. Dat ja. Het gewoon, mijn conditie gaat, nee de conditie niet, maar die pijn tussen de schouders wordt erger. Ja, ja. En je voelt je goed met de wietolie erbij. Hm. Wat doet die wietolie dan voor je? THC-olie hebben we het over, hè? Ja, nou, die trekt de pijn er wat uit. Oké. En dan doe ik ongeveer 3 keer per dag een pleister maken met wat 12 druppels wietolie op die pleister. Oh ja. Met een compressie erop en dat plakt mevrouw even op mijn rug. Oh. En dan de voldoende rust erbij nemen. Ja. Nou, dat lukt me wel. Slapen als een os, zeggen ze wel in. Ja. En ik gebruik verder 3 keer per dag samen 20 druppels wietolie per dag. Oh. Verdeeld over 3 keer innemen. Ja, 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 ja. Okay. En ik voel me er goed bij, alleen soms een beetje het gevoel van een beetje waggelend, zeg maar. Zo voelt het. Net of je lichtelijk dronken bent, zoiets dergelijks. Ja, ja, ja. En dan na een half uurtje is dat weer weg. Ja. En ja, dan heb ik wel eens het idee, het lijkt wel of ik helemaal niks op heb genomen, maar het zit er wel. Oké, maar lichtelijk dronken, dat is nog tot daar naartoe, toch? Dat is mee te leven. Ja, dat is mee te leven. Ja. Oké, en even kijken, je gaat het nu zelf maken. Ja. Want? Ten eerste zie ik toch wel dat het wat goedkoper is, dat je alles moet gaan kopen. Ja. Maar ook alleen al de aardigheid erin. En ook dat je zelf eens wat kunt doen. Ja. Dat je niet zo afhankelijk bent overal van apothekers en al dat soort dingen. En voel je een stuk minder ziek bij. Ja, het voelt goed. Hm. Het is voor mij ook een vorm van ontspannen. Ja, want je zit hier te midden van allemaal patiënten eigenlijk. Ja. Iedereen die heeft wat en ze hebben allemaal wat anders. Ja. En het scheelt als je dat ziet, want dan denk ik, ik ben niet de enige die wat heeft. Ik heb nu vanmiddag lotgenoten gezien. Ah, ja, was er ook nog iemand? Ja, ja, ja. Die ene mevrouw die sprak over haar man, dat hij ook kanker had. Ah, ja. En dat geeft dan ook weer moed, ik ben niet alleen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, gewoon hartelijk bedankt.
En veel succes daarmee. Graag gedaan. En hopelijk tot ziens. En hopelijk inderdaad elkaar. Oh ja, want je gaat wat telen, hè? Ja, ik ga het van de zomer proberen. Ja, want je hebt telersachtergrond, toch? Ik kom oorspronkelijk van de boerderij. Ik ben een boerenzoon. Ja. En heb jarenlang in de bosbouw gezeten en in de hovenierswereld. Ja. Ik heb ook een hoveniersopleiding gehad. Ja. En daar 20 jaar mee bij de gemeente gewerkt in Dronten. Nou, je zou het helemaal geweldig vinden als je eigen plant teelt en daar olie van maakt. Ja, natuurlijk. Dat is een kikker. Ik heb ook een volkstuin altijd gehad, dus dat heeft een soort kick. Gaat goed komen, want je. Dankjewel, ja. Piet. Alsjeblieft. Je zei wat mooie woorden. Over rust en ja, zo. Ik heb het ervaren hier vanmiddag een soort rust over me te krijgen. Ik kan dit niet uitspreken, dit is een gevoel. Maar ook het geheel. Het geeft een rust, een ontspannenheid. En dat is zo kostbaar voor onze gezondheid om ontspannen te zijn. Rust, geen stress. Nou, en daar helpt niet olie zeer zeker mee. Stress verlagen. Dankjewel. Zo ongeveer was het. Ja, zo ongeveer was het.